Oh, hij rent weg! Kijk, kijk, daar gaat hij! Dag Dylan! Deze veiling is niet voor jou bestemd! Dit is mijn wereld, mijn topia! Yo mensen van Dodo, welkom bij een nieuwe aflevering Mindtopia. We springen meteen in de actie, want er is namelijk een veiling bezig. Ik las op Skype dat er een veiling was. Kijk, Maisha die is er ook. En er worden dus allemaal dingen geveld. Onder andere een horloge. En die ga ik 600 verbieden. Gewoon omdat ik dat freaking horloge wil. Maar er worden straks ook auto's geveld, dus dat is super tof. Mocht je trouwens een leuke serie vinden, vergeet dan zeker niet een like te droppen. Ja, iedereen zit naar mij te kijken. Ik heb flinke monies. Ik heb alleen geen geld bij me. Nee, bedankt. Heb ik nou gewonnen? Heb ik gewonnen? Heb ik gewonnen? Heb ik de veiling gewonnen? Hey, we hebben hem! We hebben hem! Woo! Thanks! Ik heb een prachtig horloge gekocht op de veiling. Ik kwam voor een auto, maar ik kom thuis met een horloge. Oh, nice! Nou, kijk, hebben we die mooi in de zak. Dank u, dank u. Ik weet niet hoe Maisha, of zij er blij mee is, dat ik deze heb gekocht. Maar ja, 600 euro, dat is een uur online. Een uurtje online voor mij. Als CEO, hè? Ja, dat is natuurlijk niet. Want morgen, of nee, overmorgen, vrijdag, is als het goed is de dierenwinkel klaar. Dus dan, ja, kunnen wij heel tof een... echt gaan beginnen te verkopen. Want dan kunnen we gewoon vragen of David langskomt en Lars langskomt en anderen. Oh, auto met getaxeerde waarde van 17k. En Mikey die biedt meteen 18.000 erop. Maar... hij heeft een waarde van 17. Waarom zou je dan meteen met 18 beginnen? Waarom... What? This is crazy. Dat had ik er niet verwacht. Ik ga even eten hoor. Even mijn broodje eten. Wat is dit allemaal? Wordt er nog een keer geboden? Dat is een beetje de vraag. Het is meteen wel erg stil. Ik weet niet wat de politie hierop gaat zeggen. Ik weet ook niet of dit het laatste item is trouwens. Wordt er iets gezegd of zo? Of lopen ze alleen maar naar elkaar toe? Nou, de veiling gaat wel hard zo. 7k. Huh? Er is 18k geboden. Ah... ze heeft dus gewoon geboden wat helemaal niet kan. Ah, we zitten op 8k. Kijk, nu maakt het sens. Dus laat ik dan meteen weten dat ik geïnteresseerd ben. Nee, ik ga snatchen. Ik wacht gewoon tot het einde. Dat is een goede tactiek. 9k. Wacht even, hij zei zelf toch al 8. Wie zei er 8? 9,4. Oké. En we moeten sowieso onder de 17k komen. 9,5. De auto is 17 getaxeerd. Is het een mooie auto? Even kijken. Het lijkt een beetje op een Volkswagen, hè? Ik zeg 10k. Ik vind het wel een mooie auto. Ja. Oh, daar. Oh, 10,5. Oh. Oh, Dylan. Hmm. 11k. Oh, Maisha die bidt ook mee. Oh. 11,5. Oh nee, het blijft omhoog gaan. Oké, okay, we kijken wat Maisha doet. Wat gaat ze doen? Gaat ze erboven? Ik ben heel benieuwd. Ze zit nu op 11,5. Ja, het is natuurlijk... hij is 17k waard, ja. Heel mooi. Volkswagen. 12k. Hupsakee.
Hij staat mooi bij mijn horloge. De trash talk, jongens. De trash talk. Oh, 12,5. Oké. Misschien moet ik overleg plegen met... Wil je deze battle? Ik zie het niet eens als een strijd. Oh, wauw. 13k. Bij Maisha gaat volgens mij meer... Ik ga heel even vragen aan Maisha wat haar maximale ding is. Schatje, wat is onze maximale... Tot hoe ver gaan wij? Tot 16,9? Oké, we gaan tot 16, oké? Dan mag die hem hebben. Oké, jongens, wij gaan tot 16. Kijk of Maisha nu gaat 15k. Boom. Je mag hem hebben. Oh, hij rent weg. Kijk, daar gaat hij. Dag Dylan, deze veiling is niet voor jou bestemd. Dit is mijn wereld, mijn topia. yes, we hebben hem. Yes. Wow. Onder de taxatieprijs ook nog. Awesome. We hebben het gedaan. Waar is Maisha? Ik geef even een kusje. Mwah. Zo. Kusje geven. Thanks, guys. Awesome. Nou, we moesten nog een auto hebben, dus dat is ideaal. U mag meelopen voor papierwerk. Perfect. Jeetje, guys, we hebben hem. Want het is heel handig. Want als jij een auto hebt, dan krijg je 15% korting bij de IKEA. Mag ik een vraag stellen? Dank u. Klopt het dat wij nu 15% korting krijgen bij IKEA? Daar ben ik wel heel benieuwd naar, want als dat zo is, dan besparen we indirect hierop. Oh, kijk, ik krijg gewoon geld. Als heeft hij al gewoon het geld? Of is het 5000? U kunt met de bepaalde vervoeren nu. Oké, ik neem aan dat een ja is, want dat stond in de regels. Ik moet 2 seconden even langs de bank. Ik ren even op en... Oh, oké, Maisha heeft het cash, oké. Oké, top. Ook het horloge. Want ik had ook nog een horloge gekocht. Hoeveel was dat? Dat was 600 volgens mij. 600 was dat. Klopt. Nee, 15.000. Nou, we gaan dus even deze transactie goed afsluiten met de politieman. Dus als het goed is... Oké. Perfect. Nee, wacht even. Ja, dat klopt. Thank you. 20k. Oh, arme meisje. Je krijgt het terug. Je krijgt het terug. Oh, guys. We hebben dus gewoon een auto. In kusjes. Heb je wisselgeld toevallig? Dat zou wel handig zijn. Oh, we hebben dus een mooi horloge gekocht. En een auto die ook nog eens goedkoper was dan dat hij getaxeerd was. 20.000. Oh, nice. Nou, Dylan kan er wel een poep in raken, zoals we dat zeggen.
Hij moet natuurlijk even het papierwerk schrijven. En de overschrijving naar ons doen dat wij ook daadwerkelijk deze auto krijgen. Want het is super handig voor alle spullen die we moeten gaan vervoeren. Voor uiteraard ons huis en de meubelen. Dat brengt allemaal super veel kosten met zich mee. En indirect besparen we hier dan ook op. Even kijken. Dit is 4.400. Yes, dat klopt. En we hebben de papieren. En het horloge. Super. Super. Even kijken wat hier staat. Overdag de politie draagt hierbij de auto met het kenteken 33DFEL aan de heer Deadly Famous. Kunt u laten zien waar de auto heen moet? Ja, zal ik doen. Loopt u graag mee. Oh yeah, we hebben hem. Kijk, Dylan is helemaal jaloers. Dus ik ga eventjes laten zien aan Dylan. Dylan! Check mijn horloge! Even Dylan pester, jongens. Ik moet even mijn auto parkeren. BRB! niets meer dan liefde. super vet. Nou, dan gaan we met de politie op stap. En dan gaan wij zorgen dat het allemaal goed te plaatsen komt. Even naar de plot. Die is dus in aanbouw op het moment, zoals jullie hadden gezien. En over 2 dagen, vrijdag, komt die dus... Of ja, voor jullie is dat morgen waarschijnlijk. Komt dus de opening. En dan zal ik denk zaterdag ga ik dan wel een videootje online gooien. Dat we even met iedereen gaan vieren dat de winkel open is. En dat iedereen vanaf dat punt dan hopelijk ook de dieren kan kopen. Maar ja, in de tussentijd hebben we dus een dikke auto gescoord. En daar ben ik wel heel blij mee. Ook gewoon nog van de politie. Ik bedoel, hoe badass ben ik? Even kijken, dit is de plot. Deze 3 zijn van ons. Waar kunnen we hem het handigst neerzetten? Jongens, ik kan op het moment echt niet schrijven, want ik ben zo excited dat we een auto hebben. Dus hier? Maisha denkt hier. Hier misschien? Ik vraag wel of de bouwers een oprit maken. In de tussentijd graag. Top. Nou jongens, dat wordt dus allemaal geregeld. We hebben gewoon eventjes in de avond snel een auto gescoord en een mooi duur horloge. Wat voor mij een uur salaris is, dus het is niet heel veel. En we zijn met z'n tweeën, dus eigenlijk is het een half uur salaris. Dus mooi meegenomen zeker. Vond jullie deze video nou vet? Vergeet dan niet het duimpje omhoog te smashen. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt, want er komen nog veel meer video's aan. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende Mindtopia. Vergeet niet Toto en Maïtjes en baas in Mindtopia. Niemand steelt van ons, niemand. Behalve de politie. Hallo politie. Jongens, tot volgende keer. Alle miners zeggen ja tegen die en die ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar die ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.